Ik wil eigenlijk graag een aantal dingen weten over jullie groepje. Waarom jij meedoet met de 24 Up? Wat jou leuk leek aan de 24 Up? Ik ben net afgestudeerd, anderhalf maand geleden. En zit nu in een diep zwart gat. En daarmee ben ik niet aan het ontwerpen. En ik had zoiets van, dit is een relatief makkelijke manier om meer een snel, intensief, leuke ontwerpopdracht te doen. Welke richting ben je afgestudeerd? Architectuur, omdat je dan... Architectuur, ja. Ik ben een hele sterke stedenbouwkundige inslag. Hoe vind je het tot nu toe? Ja, het is nog heel erg aftasten. We zijn heel veel informatie aan het proberen te verzamelen. Nog veel minder eigenlijk aan het ontwerpen. Maar ook juist omdat het is zo'n... Wat ik denk wat belangrijk is dat het meer een in kaartbrenging is van processen. En daarin proberen een ontwerp aanzet toe te geven dat die processen eigenlijk gaan floreren. Dus dan is het in eerste instantie ben je veel meer academicus dan ontwerper. En dan ben je gewoon informatie aan het verzamelen. En proberen verbindingen te maken. En dan kijken wat we daarmee kunnen doen, ontwerpend gezien. Ik moet even iets checken. Oh, tuurlijk. Timo, jij bent ook tweedejaars, net als ik. Ja, dat klopt. Welke richting doe je? Ik doe richting ontwerp. En waarom doe je mee met de 24 Up? Nou, omdat ik er al een hele tijd enthousiast voor ben en ik heb vorig jaar ook meegedaan. En vorig jaar was ik een van de groepsleden van het enige eerstejaarsgroepje dat mee heeft gedaan. Dus dat is eigenlijk best wel bijzonder. Dus ik heb gewoon van vorig jaar heb ik meegekregen dat je hier ontzettend veel van leert. Eigenlijk net zoveel als een normaal project. En samenwerking vereist ook heel veel. Dus daarom vind ik het heel interessant om mee te doen. Daar leer je heel veel van. Vorig jaar, wat vond je vorig jaar van de 24 Up? Heel vernieuwend. Want je leert nu ook met allerlei andere mensen omgaan, zeg maar. En het is een ontwerpwedstrijd waar zowel bachelorstudenten als masterstudenten mee bezig zijn. Dus al met al, ja, je ziet van heel veel verschillende mensen zie je wat ze maken. En dat is best wel vernieuwend. Okay. Waarom doe jij mee met de 24 Up? Heb je net als Timo ook meegedaan vorig jaar of is dit je eerste keer? Dit is wel mijn eerste keer. Ik heb nog niet meegedaan vorig jaar. Maar ik heb er heel veel goede verhalen van gehoord. En daarom ben ik dit jaar wel mee gaan doen. Ja, dit is het eigenlijk. Het leek me ook wel een leerzame ervaring. Omdat je gewoon een heel project doet in één dag eigenlijk. Mm-hmm. Dus vandaar. Okay. Leuk. En jij was ook een tweedejaars student? Tweedejaars. Ja, ontwerprichting gekozen. Okay. Dus vandaar. Ja. Dus vooral gaan jullie ook echt richting alles echt richting de ontwerprichting doen? Of doen jullie ook een beetje thee en proces? Of wat gaan jullie daar precies mee doen? Ik denk dat het wel vooral de focus zal liggen op architectuur en stedenbouw. Ook wel stedenbouw heel planmatig ook wel deels. En dat de techniek er wel deels bij zal kijken, maar in mindere mate. Waarom doen jullie mee met de 24 Up? Oh, dat is die 5000 euro, ja. Nou, we zijn alle drie architectuurstudenten. Dus voor ons is het nog wel even switchen om vanuit zo'n grote schaal naar een project te kijken. En we zijn nu bezig om alles een beetje uit te zoeken wat waar zit en welke functies er al tegenwoordig zijn. En we willen vanuit een hele grote schaal dus langzaam gaan inzoomen naar, onze plek. Om daar iets nuttigs over te zeggen. Okay, interessant. Want ja, je moet natuurlijk je richten op die drie richtingen. En hoe gaan jullie op de techniek richten? Hebben jullie daar al over nagedacht? Wat bedoel je met techniek precies? De constructie of misschien dat je het geluid van de sporen niet helemaal hoort. Is anders dergelijks, wat ook bij het profiel hoort. Daar hebben we niet helemaal over nagedacht. Nee. Dat hopen we nou over een aantal uren uit. Dat proberen wij nu ook een beetje te vermijden, want waar jij het nu over hebt, dat is wel echt architectuurgericht. Dat je over geluid gaat nadenken, wat er in je directe omgeving gebeurt. En dat is wat wij nu eigenlijk onszelf proberen te vertellen van, hey, maak die switch en vermijd dat nou even. En kijk op een iets grotere schaal dan waar je normaal gesproken mee bezig bent. En dat is dus je kader waar je vaak mee te maken hebt. En waar jij het nu over hebt, dat zal pas... Een paar uur? Zo 12 uur zijn, zoiets. Het zal wel heel laat zijn. Ja, ja. Dat zal niet direct gebeuren. Ja, waarom zijn jullie echt mee gaan doen aan de 24 Up? Jou heb ik het wel gevraagd, maar... Ik ben last minute ingeschreven, dus ik ben een uur vol tijd hebben ze mij gevraagd. Dus okay. Ik wist eigenlijk niet wat het precies inhield. Het was eigenlijk een kwartier over tijd. Oh, ja, ook, dus, ja. Ja, het leek me wel leuk om zoiets mee te maken. Dus ik heb het nooit eerder gedaan, dus vandaar. Ik ken Rog al vanaf de introductie en toen hebben we voor het eerst ook gehoord van dit project.
En we zijn allebei wel competitief ingesteld, dus vonden het meteen leuk om daar mee te doen. En vorige week, geloof ik, liepen we jullie weer het live. Dus vandaar dat we hier nou zitten. Hoe heten jullie? We heten PS en dat staat voor Plaatselijk Slim. En dat is een vrije vertaling van Genius Loki. En gaan jullie ook echt voor die prijs voor morgen? Om mee te doen aan de ontwerpwedstrijd die nog komt, om 5000 euro mee te winnen? Ja, als je niet wil winnen, moet je niet meedoen natuurlijk. Dus we proberen... is belangrijker dan winnen. Oh ja? Nee, dat is niet waar. Nou ja, we proberen gewoon ons best te doen en we hopen dat we een leuke invalshoek kunnen vinden die andere groepen niet vinden bijvoorbeeld. En doen jullie dan ook echt mee met de 24? Doe jij dan ook echt mee aan de 24 op om te winnen of ook om een andere reden? Nou ja, eerst om een keer... Ja, het leek ons gewoon sowieso leuk om een keer mee te doen en kijken wat het is en hoe dat, of we dat redden, 24 uur. En uitdaging, ja. Dus het leek ons erg leuk, dus dat is de grote reden waarom we meedoen. En nu zijn we het aan het doen, zeg maar. Dus, En wat vind je ervan tot nu toe van? Ja, erg leuk. Ja, wel echt interessant om op zo'n eigenlijk bijna verlaten industrieterrein te zitten en daar te werken aan een nieuwe invulling van het gebied. Dus voor een hele leuke opdracht tot nu toe. Judith, wat heeft jou ertoe geleid om mee te doen aan de 24 Up? Ik hoorde ervan via Bart en Heidi. En het was inderdaad vooral de uitdaging van, kan je dat überhaupt wel voor elkaar krijgen in een dag? En ik was benieuwd of ik het vol kon houden om de hele nacht bezig te zijn. Dus dat zullen we zien. I thought it was a nice challenge. 24 hours, I usually take way more time to even get an idea. So, we'll see.